Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog van Familievrijdag. Familievrijdag en ook Remco komt eraan. Yay! Die hoort eigenlijk ook wel bij. Ja, die hoort er ook wel bij. Wij gaan vandaag op vakantie! Yay! Hey Nado, ik heb hoofdpijn. Okay. Misschien gaan we morgen pas. Echt niet. Dat denk ik niet. Want we gaan de auto inpakken, kopje koffie drinken. En dan gaan we er vandoor. Yeah. Hallo. Remco. Wat wil je laten horen? Wat wil je laten horen? Wat wil je laten horen? 1, 2, ja. Poink. Heftig, hè? Ja, hey, we missen alleen nog eentje. Ja, Loan. Loan. Ja, die laten we thuis. Ja. Nee. Nee, die gaan we zo meteen halen. Autoremmaatje. Hallo, autoremmaatje. Hey, jij hebt iets om te laten zien aan oma Remco. Het is een boekje. Oh ja. Ja, ik heb mezelf officieel nog niet ingekeken. Het boekje. Het boekje hebben wij nog niet gezien, eigenlijk. Nee, maar ik weet wel wat het is. Dus het is wel een leuk boekje. Hoe die eruit ziet van binnen ongeveer. Het begint met een R. En eindigt met een T. Ja. Het is een erg leuk boekje. Ja, een heel goed boekje. Helemaal achterin. Oh ja, maar ik vond deze al goed uit zo goed. Die ken je al. Oh, kennen we die al? Deze, groep 6. 6? Ja. 6. Ga je volgende keer naar 7? Ja. Echt waar? Ja. Oh, veel te oud. Nummer vroeg? Ik was nummer 4, ja. Nou, en daarna was de hele weg vol. De hele weg vol. Klaar voor vakantie? Ja! Loan, ben je klaar voor vakantie? Ja! Cheese! Met het water. Je hand er maar in. Remco, ben je klaar voor vakantie? Eigenlijk niet, maar heel erg een beetje. Dan gaan we maar. Veel plezier, hè? Bij oma Remco in de auto. Ja, maar mama, op daar stond net uw mobiele telefoon niet meer. Laat jouw telefoon maar liggen. Ja. Vergeet uw mobiele telefoon niet meer. Oh, nee, precies. Nou, veel plezier, hè, hier zo. En daar houden we wel contact. Goed je telefoon soms in de gaten houden, hè? Mama, berichtje op jou sturen. Ja. Oké, doei. We zitten in de auto. Yay! En we hebben Loan opgehaald. Ja. Maar die zal zo meteen in slaap vallen. En dat is eigenlijk niet heel erg, want het is 12 uur. Dus dan gaan we even een goede rit maken met de... Ja, laten we zo zeggen, we zijn de goede ruk op begonnen, hè? Ja. Ja. Ik was mijn zonnebril vergeten. Niet thuis, maar bij Helene en Leo. Dus, ja. Een goed begin is halve week, dus we waren bijna ambacht uit, konden we terug. Ja, maar ik was op tijd. Ja. Beter in de ambacht nog als ik had op de snelweg. Op de snelweg had ik niet meer omgedraaid. Nee, dat weet ik. Nee. Maar goed, ik heb hem, dus de vakantie kan gaan beginnen. Ja. Ja, hij is al begonnen. Hij is begonnen. En we gaan 4 uurtjes, kijk uit. Je hebt geen voorrang, jongen. Hij staat op 3,5 uur. Half 4, ja, even een waarschijnlijk een tussenstopje, denk ik nog. Dus ik vermoed dat we vier... Ja, het ligt eraan hoe lekker we gaan. Ja, kijk, als hij ligt te slapen, weet ik niet of ik een tussenstop maak. Nee, dan zien we het wel. Ja. En dan hopen we rond 4:30 aan te komen. Dus valt allemaal wel mee. Het is niet zo heel lang. Sommige mensen gaan al heel lang rijden en zeggen, nee. Dat doen wij nu niet. Nou, dat hebben wij ook al gedaan, maar nu niet. Nee. Nu is het lekker dichtbij. Ja. Zo, gaan we even lekker eten. Even een kleine break, toch? Kom maar, Loan, bij mama. Mama zit er. Hebben we allemaal lekkere dingen? Ja. We zijn weer onderweg. Ziet je wel? Ja. Ik vind wel, het heeft allemaal weer veel te lang geduurd. Ja, het heeft wel iets te lang geduurd. Het is nu aankomsttijd 4:30. Vakantie op het gemak.
belangrijkste is dat we er komen. Zeker. Niet dat we er snel komen. Nee. Maar dat we er komen inderdaad. Ja. Inmiddels is het... Hoe laat is het eigenlijk? Het is 3:50. En we zijn in de buurt van Gerolstein. Een van mijn favoriete plekjes. In Duitsland, toch? Vooral bekende plekjes, Wij zijn er al een paar keer geweest, ja. Ja, ik ben er al heel vaak geweest als kind zijnde met mijn moeder en Leo. En ik denk dat wij samen denk een stuk of vier keer, drie, vier keer zijn geweest. Drie, vier keer, ja. En dan heb je dus wel een uitzicht hier zo. Ik zal even draaien. Kijk of dat kan zien. Oh, bomen. Daarachter was een heel mooi uitzicht. Even spieken. Ja, met een vrachtwagen over natuurlijk. Vrachtwagen. En nog een vrachtwagen. Nog een vrachtwagen. Een andere kant ook. En we hebben langzaam een heuvelachtig gebied. Oh. Het is een langzame rijden inmiddels al in de heuvels. Ja. Dus met nog 38 minuten op de teller komen we eindelijk in de buurt. Lekker. Goedemorgen, hoe zeg je dat nou? Goedemiddag. We hebben nog 3 minuten te gaan. En ik zit me te bedenken dat we volgens mij helemaal niet verteld hebben waar we naartoe gaan op vakantie. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Jullie kunnen het zo zien. Ja. Bijna. Maar, ik heb wel een leuk dingetje. Meer wil ik dat ze even goed mogen irriteren. Ja, je hebt hier allemaal van die kronkelwegen. En... op zich wel grappig, maar Martijn vindt het leuk om er met 100 doorheen te gaan. Dat is niet waar. Nee, nou oké, met 50. Maar het had harder gekund, alleen de fiets op het dak. Adviessnelheid 30 en jij gaat met 50 er doorheen. Het is een adviessnelheid. Dus mijn hart zat natuurlijk alweer helemaal daar. En ik kon het zien, hè, want het was beneden, het was open, dus ik kon zien dat er niks aan kwam. Dus het was gewoon veilig. Ja, was goed. Nou goed. En ik had fiets op het dak, dus daar heb ik rekening mee te houden. Ja. Dus al met al mag je nog niet klaar, je moet hier af. Oh, we moeten eraf. Dan ga ik het scherm draaien, denk ik. Dat autootje heb ik net voor me gehad en dan reed een andere route. Ik ga draaien, want dan kunnen jullie zien waar we heen gaan. 1, 2. Oh. Wat nou? Oh. Jongen, kijk. Je rijdt een keertje 30 door een bocht. Centerpark, Park, Eibo. Nou moeten we daar ergens heen. Heel leuk hoor. Het is volgens mij wel weer een beetje op een heuvel. Reception. Oh, nou we hebben fietsen bij, maar ik ga dit niet helemaal hoog fietsen. Ja, echt wel. Ja, waarschijnlijk wel een keertje. Oh, vernieuwd. Park Eifel vernieuwd. Nou zeg. En daar zijn we. We gaan inchecken. In de rij. In de rij, ja. Met alle andere gasten die inchecken in de rij. Wat een leuk straatje. Alleen maar rond. Toch? Nee, we zijn niet uit Nee, ik zat best hier. Wat vind je? Hij heeft één schoen aan. Ja, hij heeft het zelf al gedaan. Die zien een beetje dood. Oh, echt waar? Nee, dat denkt ze alleen maar. Hé, wat een leuk straatje is dit. Ja. Wat vind jij? Ik ben blij dat we het laatst zijn, ik kan niet meer langs. Ja, ik weet het niet. Not meer. En dan mocht de deur open doen. Kom op dan. Open dan. Welkom in de feestbeurs. Andere kant op, denk ik, lieverd. Dat is een beetje een rare kant om een deur open te doen. Links is los, rechts is vast. Nog een verder? Duwen, denk ik. Of niet, trekken. Trekken, ja. Tadadada. Ja, is dat makkelijkst? Ja. Krijg je hem eruit. Nou Loan, ga maar kijken. Nee, dat is naar boven, maar ga maar eerst rechtdoor lopen. Ga maar kijken. Daar zo is de... Oh, kijk, met een Loan ding. Oeh, daar kan Loan plassen.
Kunnen we passen op de wc? Nee. Snap ik hoor, jongen. Dan gaan we snel verder kijken. Deze? Ga maar eerst even naar de woonkamer. Ja, blijf niet de handen. Ja. Hey. Tadadada. Ja, een heel kinderpakket. Oh. 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 Ja, prima. Hé, hey, dat is leuk. Kijk. Mooi. Keukentje. Kijk, mama. Ja, ik zie het, lieverd. Huh? Huh? Ja, dit wil je niet filmen. Nee, jawel. Nee, dit is je speeltuin. Oh, echt waar? Is dat het? Oh, nou dat... Ja, dat is donker. Echt waar? Ja. Oh, nou het zou echt aan een leuke speeltuin zijn. Hoe zag het er via het dingen uit? Het is gewoon een voetbalveldje. Ja. Oh. Nou, helaas. Nou, er komen genoeg speeltuintjes, want ik heb er al wel eentje gezien. Ja, ik ook. Oh. Ja? Oep. In dit geval stapt ze één zet naar achter en Loan die doet gewoon voor onze kop. Ik vind het wel leuk bedacht, hè? De huizen zijn echt van buiten zijn ze opgeknapt. Ja, binnenkant niet. Binnenkant niet, iets minder. Een bad. Een bad, ja. En een speciale kinderstoel. Ja. En een babyding. Maar nou, Jera, volgens mij zit hier als het goed is ook een slaapkamer. Ah, ja. Voor mij. Voor jou? Ik denk het niet hoor. Voor mij en Loan, hè Loan? Dat denk ik niet hoor. Loan, deze is voor ons, hè? Ik denk dat we jullie bovenop sluiten. Loan, deze is van ons, hè? Kom maar, ga even boven kijken. Wil je hem meenemen? Oh, hier een kinderbedje. Kunnen we in elkaar zetten. En er zit ook nog een echt bad. Oeh, een echt bad. Hey. Ja. Dit is je box, schat. Oh, je box. Kom maar, Loan. Eruit. Het bed staat gewoon hier, hoor. Oh, staat al op. Ik moet alleen even een flesje van beneden mee zullen. Oh, oké. Okay. Doen we zo meteen wel. Ja, ik denk dat jullie hier gaan slapen, want dan gaat Loan gelijk. En Loan slaapt in jouw kamer. Dus? Dan ga ik hier slapen. Oh, ga jij dan daar slapen? Maar er zijn alleen twee persoonsbedden. Ja, dat klopt. Ga je daar slapen? Doe je best apart. Gaan we op onze kamer kijken. Dus deze wordt voor? Kijk. Oma Remco, denk ik. Of niet? Of ga je beneden slapen? Nee, ik denk dat dit nog niet is. You will survive, hè? I will survive. Ja. Oké, wacht even. We moeten even stoppen, Poppy. Hoi. Jongens. We zijn net... We zijn net bij de receptie geweest. Ja. Want... We moesten even wat rechtzetten. We moeten even wat rechtzetten, want het huis was echt heel goor, jongens. Ja. Er was iets lichtelijk mis met de service. Nee, de service niet. Nee, het vrouwtje is heel netjes. Nee, schoonmaak service. Alleen, het was niet schoon. Nee, het was echt heel goor. Niet schoon. Dus we hebben even een klachtje ingediend en ze gaan het gelijk oplossen. Ja. Dus daar hebben we bonnetjes mee gekregen. Woep. Dus daarom zeg ik, met de service is niks mis. Nee. Want zijn bellenpakket hadden we niet aangevinkt. Moet je apart buiten het babypakket doen. Beetje raar. Prima. Beetje raar, maar prima. Dat is extra kosten. Maar die hoeven we niet te betalen. Gegeven. Dus normaal service is oké. Okay. Service is oké. Okay. Alleen het huis was heel goor. Ja, de buitenkant was wel netjes. Ja, toch. Dat is aanzicht. En jij, Loan? Jou maakt het allemaal niet uit. Oeh, nou, we gaan hier naar binnen even kijken wat hier is. We gaan een rondje lopen. Recommended. Oh, oké. Okay. Ja. Recommended. Dat zie je. Oh. Dat is advies, hè? Dat ja. Is de snelheid van die bochten. Ja. Nou, we gaan hier eens even naar binnen. Even kijken. Oh, Aquamundo zit gelijk hier. Het zwembad zit hier gelijk. Hier zo. Daar zo. Daar zag ik een 15 dagen kaart hebben we daarvoor. Een 15 dagen? Een 15 dagen kaart. Terwijl we er maar... Ja, oh, hier kan je even kijken, Loan. Oh, kan je zwemmen? Dat is leuk. Ja. Water. Hoor je ook water? Ja. Wat zouden ze hebben? Hier met een waterval. Oh. Ja,
Dat is leuk. Nee, wacht maar even. Zit er een vis in? Wow, die zijn groot. Het zijn grote vissen. Ja, ik heb ook twee kleine vissen. Echt waar? Oh, kijk eens, Loan, vissen. Oh, je mag wel van die glijbaan daar zo, zet trap op. Ja? Ja. Dat is gewoon daar een trapje op, volgens mij. Ja. Maar je moet hier zo de trap op, hè? Proost. Proost. Ja, proost. Even wachten op jou. Ja, hier, wat heb je voor lekkers? Spaghetti, bolognese. En jij, Remco? Wiener schnitzel. Ik heb ook een wiener schnitzel. En Martijn en Loan hebben kipnuggets en wiener schnitzel. Eet smakelijk allemaal. Bon appetit. Ja, een beetje, maar het is zo. Het is heet, liefje. Zo hard dat ik nog niet geblazen, volgens mij. Nou, je hebt ze al lang open en je hebt aardig geblazen. Ja, maar het is wel warm. Nou, je zit gewoon weg naar, hè? Gaat het goed, Loan? Is het niet warm? Nee. Oké. Okay. Eten. Lekker eten, had je zo honger? Van... Kan je nou niet eens naar boven fietsen, schat? Nee. Jongen, jongen. Wil je wel een grote beur zijn? Zeg maar nee. Ja. Martijn wil niet, hè? Nee. Wil je grote broer zijn? Maar, Loan? Dan moet je extra, extra lief naar papa kijken. Extra lief bij papa kijken. Extra lief bij papa kijken. En wat vraag je dan? Wiegen. Oh, gaat de baby liggen? Op wiegen. Wiegen. Mama, mag ik het laten zien? Wat? Ga maar. Oh, nee. Goed zo. Goed hoor, lieverd. Hey, een vraagje aan jullie. Vraagje aan ons, komt er maar door. Ja, Ida. Vraagje? Ja. Hoe vind je het nu het huisje eindelijk schoongemaakt is? Leuk. Ja, en Remco? Goed. Ben je content? Nu wel. Nu wel. Ik stond een beetje half op het punt om te zeggen, man. Ik krijg het zo niet, maar kom morgen terug. Gaan we vannacht een hotel voor jullie kosten. Ja, zoiets. Ja, ik ook al bijna hoor. Ja. Jij ook al bijna? Ja. Jij? Daarom heb ik mijn spullen ook niet gepakt net. Nee, hè? Maar nu hebben we alles eruit gehaald, want iemand kwam het heel netjes oplossen. Hij heeft het netjes opgelost. Ja. Dus nu kan eindelijk... Het is wel... Het tekent wel weer het typische waardoor ik eigenlijk zeg, ik wil geen centerparks meer. Landal is iets schoner. En buiten dat feit om, we hebben tot nu toe elke keer wel wat. Kijk, dat het gedateerde huisjes zijn, dat is tot daar aan toe. De vorige keer op een buitenlounge set die helemaal doorgezakt was. Het was geen fantastisch iets. Het vocht zat in het plafond. Dat. Wat zit daar? Een eekhoorntje, denk ik. Daar hoorden we geritsel. Of een konijn. 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 Maar goed, dan denk ik van dat is tot daar aan toe. Dan denk ik in Duitsland, tot nu toe centerparks in het buitenland zijn 9 van 10 keer beter dan Nederland.
dat valt dan nu alweer tegen. Het is hier ook gewoon echt gedateerd. Het is oud. Buitenkant is opgeknapt, binnenkant hebben ze niks mee gedaan. Maar goed, hey, het is vakantie. Gewoon veel behoort op dan. En dan komen we er ook wel. Komen we er ook wel. En we hebben wel een lekker buitenplekje. En zo, echt wel. Toch? En dan gaan we vandaag deze... Ik weet niet wat voor vlogs ik maak. Ik denk bijna dagvlogs. De dagvlogs? In dat geval kan ik nog wel een dingetje zeggen. Ik wil naar de Nürburgring. Ik wil naar de Nürburgring. Oké, okay, nou goed. Dan zeggen we, wat rusten. En tot morgen. Tot morgen.